Hallo lieve kinderen, daar ben ik weer. Woensdag zagen we hoe Check Piet op zoek ging naar groene schoorstenen in Oegstgeest. Die waren er natuurlijk helemaal niet. Dat was een grapje van de hoofdpiet, zodat hij eindelijk even in een lekker warm bed kon slapen. Het bed van Check Piet. Vanochtend was Check Piet eindelijk klaar met zijn zoektocht. Beter aan jou vragen. Ik dacht dat jij alle groene schoorstenen zou controleren. Ja, dat heb ik al 2 dagen gedaan. Ik ben overal wezen zoeken, maar ik heb geen groene schoorsteen gevonden. Het enige groen wat ik heb gevonden, hè, was een stukje mos en het groen in mijn pak. Ik zou toch zweren dat er vorig jaar meer dan 300 groene schoorstenen waren in Oegstgeest. Oh ja, joh. Nou, ik geloof er geen pepernoot van. Weet je wat ik denk? Dat je er een paar bent vergeten, zeker? Nee, dat jij mij in de maling hebt genomen, zodat jij lekker in mijn bed kon slapen. Dat zou ik nooit doen. Nooit doen? Oh nee, ja, nee. Nog liegen ook. En in mijn kamer uit. En heel snel. Ja, ik ga al. Wel trusten. Dat is toch niet echt ongehoord. Ongehoord. Zo, dan ga ik nu lekker slapen. Want dat heb ik wel verdiend. Oh, lekker hoor. Heerlijk. Slaap lekker, Check Piet. Wij moeten door naar de hal, want daar staan burgemeester Van de Werf en Emel. Ja, ik ben Pieter van de Werf, Pieter van de Werf, burgemeester van een mooie stad. Ik loop hier helemaal alleen, in mijn linkje zo alleen. Je weet het, van de plekje in de stad. Want ik ben Pieter van der Werf, Pieter van der Werf, burgemeester van een mooie stad. Ik loop hier helemaal alleen, in mijn eentje zo alleen. Nee, nee, daar heb je dat standbeeld weer. Pardon? Heb ik dat goed gehoord? Nee, niks hoor. Ik heb een afspraak met Sinterklaas. Dat lijkt me sterk. Toevallig heb ik een afspraak met Sinterklaas. Ja, dat klopt, burgemeester Van der Werf. En Emel. Jullie hebben allebei een afspraak met Sinterklaas. Loop maar mee naar mijn werkkamer. Ja, dan moet ik mij mee. Zo, Piet Nauwendaal. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb een klusje voor jullie. Dit is... Ja, ik ben... Pieter van der Werf, Pieter van der Werf, sinds... 1574, de buurman van Sinterklaas, bla bla ja, ja. Bla, chocoladevla. Klopt allemaal, Emel. Pieter die past al sinds heel lang op het kasteel als wij in Spanje zijn. En Emel hier, die heeft het kasteel zo prachtig schoongehouden. Dus jullie begrijpen, er moet iets speciaals gemaakt worden. Dat is heel belangrijk, Sint. Vandaar dat we iets speciaals moeten maken. Zeker, jullie begrijpen het precies. Hebben jullie attributen bij dat we aan de slag moeten? Ja, natuurlijk. Ja, nou. Hallo, oh, Piet Draat. Oh, Piet Draat, kijk uit voor mijn haar. Nou, Piet Nout en Draat gaan wel heel skeur te werk. Oh, Sint, ik ben toch zo nieuwsgierig wat u voor ons gaat laten maken. Ja, zo. Ja, dat zal. Wij zijn klaar. We hebben nu een paar dagen nodig om de verrassing af te maken. Nou, zal dat misschien voor vrijdag gaan lukken? Als u ons nu met rust laat, dan gaat het zeker lukken. Dus, hup, hup, hup. Yes! Vrijdag gaan we dan eindelijk zien wat voor verrassing Sinterklaas had voor Emel en burgemeester Pieter van der Werf. Wij gaan nu door naar het laatste nieuws. De Pieten die dachten namelijk dat ze moesten trainen voor de marathon. En daar zijn ze vanmiddag druk mee bezig geweest.
Ja, ho maar. Even een korte pauze. Maar heel eventjes maar, hè? Anders zijn we niet op tijd voor de marathon. Hoeveel kilometer is die marathon nou precies? De marathon is 42 kilometer. Maar we hebben ook een kidsrun van 2,1 kilometer. Want anders is het voor kinderen te zwaar. Nou, ik denk dat ik die kidsrun ga doen. Dat is voor mij lang genoeg. De kidsrun is alleen voor kinderen, muziek Piet. Ja, nou en? Nou jongens, genoeg gekletst. We gaan starten. Ik tel af. 3, 2, 1. Ja! Hier. Wat zijn we in hemelsnaam aan het doen hier? Ze zijn aan het oefenen voor de marathon van 2022. De marathon van 2022, daar hebben wij toch helemaal geen tijd voor. Hup, naar binnen jullie, pakjes inpakken. Ja, maar ik heb het startschot al gegeven. Daar ben ik heel blij om, meneer. Daar heeft u die alvast geoefend. Maar tot volgend jaar. Naar binnen, muziek Piet. Wat sportief van die Pieten om te trainen voor de marathon. Alleen, daar hebben ze nu helemaal geen tijd voor. Ze moeten nog ontzettend veel pakjes inpakken voor pakjesavond. Dus daar gaan we ze nu niet meer bij storen. Woensdag, dan nemen we een kijkje bij de inpakpieten. Want dan zijn we er weer, rond 4:30. Deze aflevering sluiten we af met TikTok Piet, die iedere keer weer een TikTok voor ons opneemt op het liedje Hey Sinterklaas. Wie zou er vandaag met haar meedansen? Ik ben benieuwd. Ik zeg alvast wel te rusten voor straks en tot de volgende keer. Doeg! Hey Sinterklaas! Kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen. Wij hebben...